Hallo allemaal. De vorige keer heb ik, terwijl het voordat het kraakte, toch alle onderdelen kunnen primen van mijn elevators, omdat ik gebruik heb gemaakt van een elektrische straalkachel. Daardoor kan ik nu beginnen aan de finale assemblage en het klinken van de elevators. Ik begin met het verstevigingsplaatje voor de trimtap, waar de servomotor in zit. Daar moeten nutplates op komen, zoals die dingen heten. Dat zijn een soort moertjes, zeg maar, die vastgeklonken zitten. Het zijn plaatjes waar schroefdraad in zitten, waar je later schroeven in kan draaien. En de bedoeling is dat hier op het plaatje straks een afdekplaatje komt waar de servomotor voor de trimtap voor de elevators op komt. Dat was even wat zoeken voor mij, omdat het de eerste keer is dat ik nutplates, of plate nuts, het is niet heel duidelijk hoe die dingen precies heten, maar goed, plate nuts heet het volgens mij. Voor de eerste keer dus ging rivetten. Dat had ik nog niet eerder gedaan. Oké, alles klaarmaken voor backriveting. De stiffeners moeten gebackrivet worden. En daar heb ik de panzerplaat voor nodig. Als ondergrond. Ik ga beginnen met de rechter elevator. Dat is de rechterkant omdat er geen uitsparing in zit voor de trimtap. En net als de vorige keer heb ik besloten om een heel klein beetje epoxy te gebruiken om de uiteindes van de stiffeners vast te lijmen. Ik doe dat omdat men zegt dat dat anders door trillingen een soort taalmoord kan optreden. Ik ben nu alle rivets erin aan het doen en alles aan het vastplakken. Dus nu zitten in de onderkant zitten nu alle rivets erin. Van de hele, voor alle stiffeners van één kant. En nu ben ik dus de stiffeners één voor één eraan het opzetten. En zoals je ziet doe ik dus aan het begin en aan het einde even een klein beetje epoxy lijm erop. Om de laatste vaste riveten moet je de huid erg ver ombuigen. Dat is een beetje link om te doen. Maar volgens mij kan het daar prima tegen eigenlijk. Ik heb een paar keer een stomme fout begaan. Volgens mij is dat er hier eentje van. Waarbij ik naast de plaat, dus naast de panzerplaatwerk en dus de rivet in het MDF knal, waardoor het natuurlijk niet werkt. Ja, daar heb ik het voor gedaan. Je kunt zien, er zit een gat in de MDF. Goed, hetzelfde aan de andere kant. Dus ook hier moeten alle rivets ingeduwd worden. En ik plak ze met plakband af, zodat ze vast blijven zitten. De meeste mensen doen dat, of je kunt het ook met speciaal riveting tape doen, maar ik doe het gewoon met plakband, dat maakt eigenlijk weinig uit. Er blijft iets meer troep achter op je aluminium, maar dat maak ik al schoon met wasbenzine. Het backrivetten vind ik op zich een fijne techniek, want het resultaat is erg mooi en het voelt toch alsof je meer controle hebt dan met normaal rivetten, met zo'n bucking bar. Dus ik vind het resultaat altijd erg mooi van backrivetten. Nou, bijna klaar met de rechterkant. Dan kunnen we met de linker beginnen. Hier kun je zien, hier zit die uitsparing voor de trimtap. Waardoor je ook een soort ander soort stiffeners hebt, zoals je ziet. Er zitten wat kortere stiffeners tussen, vanwege die uitsparing. Nou, hetzelfde principe. Eerst alle rivets erin vastplakken. En dan één voor één de stiffeners vastmaken. En dan begin aan het einde een klein beetje epoxy lijm toevoegen. Omdat die uitsparing er zit voor de trimtap, is het iets makkelijker buigen. Minder tegenwerking. En bovendien, daar waar de uitsparing zelf zit, is, heb je natuurlijk het buigen überhaupt niet, want daar heb je de kortere stiffeners. Je kunt nu hier aan de voorkant ook zien de uitsparing waar straks die versteviging in moet, wat ik zei van die trimtap, waar ik in het begin mee bezig was. Ook de bovenkant. Wat nu onderop ligt is de bovenkant van de linker hoogteroer.
Nou, het lijkt hier heel snel te gaan, maar het is toch nog wel flink wat werk. Goed kijken met welke rivets die verstevingsplaat vast moet komen te zitten. Het is af en toe een beetje een zoekplaatje op die tekeningen, omdat je de tekening, wat als het ware, ja, er zijn heel veel aanzichten. En op één van die aanzichten staat dan welke rivets je moet gebruiken. Dus dat is soms even een zoekplaatje. Ook de trimtab verstevingsplaat wordt met backriveting vastgezet. Dat was het voor vandaag. Volgende keer gaan we verder met de onderstructuur van de hoogteroeren.